ook nog een keer gedaan, hè, dat programma gepresenteerd. Nou, dat kan ik nog heel goed herinneren. Dat was Top TV. Ja, dat was Top TV. Jij interviewde zo'n domme Bafiaan. Wayne Mardell, en die man die dacht dat het nog niet begonnen was. Ja, die ging alles zitten vertellen. Ja. En toen zegt hij van, dan moet je dadelijk vragen als we bezig zijn. Dan zegt hij, we zijn klaar. Ja, we zijn bezig. Het was toch niet live? Ja. Ja. Nou, Wayne Mardell, die wordt er nog steeds dagelijks aan herinnerd. Wilfred, I'm doing an interview. I want to know if we're live or not. It's been 12 long years. Every day for 12 years, someone has tweeted me the link of our interview, or should I say your interview. How do you feel right now? Dennis Niemeyer. I'm pissed off. Again, eh? Yeah. I lost. Yeah. Fuck's sake, I don't like losing. Wait. I don't like losing, I'm fucked off. So I better go to Co now, or first I ask Co some questions. It's fucking too late now. What's that? Are you interviewing me or not? Seriously. We know you as a very good dart player. Yeah, I'm playing shit. But is there explanation for that, or? No, of course it's not. We're not live now. Yeah, we're live. Tell everyone they're live. Tell me we're live. Come on, man. Co was still shit. Mooi, hè? Hij heeft er verstand van. Ja. Hij is wel afgevallen trouwens. Ja, maar wel een leuke reactie. Ja, goede gozer inderdaad. Ja. Ja. Nou, voor de